Dank, mevrouw de burgemeester. Meneer de voorzitter, goed hier te zijn. In deze prachtige locatie. Ik moet zeggen, Florence Nightingale, voor mij als historicus, is natuurlijk een bekende historische figuur. En het mooie is dat inderdaad de dag van de verpleging altijd heeft gekozen voor de geboortedag van deze grote vrouw van Florence Nightingale, die inderdaad zulke bijzondere dingen heeft gedaan. En dat is nu voor de 50ste keer, dus ik vind het heel bijzonder om hier te mogen zijn. En eigenlijk heb ik maar twee boodschappen bij me. De eerste boodschap aan alle verplegenden in Nederland is: dank jullie wel. Dank jullie wel voor het feit dat jullie niet alleen van 9 tot 5 werken, maar soms op de meest ingewikkelde tijden, meestal in ploegendienst. Dank jullie wel voor het feit dat jullie zoveel meer doen dan strikt genomen in de functieomschrijving staat. Jullie zijn echt 1000 poten. Dank jullie wel voor jullie vakmanschap. Het feit dat jullie ervoor zorgen dat het in ziekenhuizen, in verzorgingshuizen, in verpleeghuizen zo goed mogelijk toeven is, soms onder moeilijke omstandigheden. En vooral ook dank jullie wel voor jullie vakmanschap. Tweede wat ik wil zeggen, tegen de achtergrond van alle grote veranderingen die in de gezondheidszorg ook nu weer plaatsvinden, dat het mijn overtuiging is dat de enige manier om die veranderingen echt te laten slagen, als we van dat vakmanschap van jullie nog veel meer gebruik maken. En dat betekent dat waar de gemiddelde verpleegkundige in Nederland gewend is om in het dagelijks werk te improviseren, dingen te regelen, zelf besluiten te nemen, dat ik alle leidinggevenden in Nederland oproep om nog veel meer gebruik te maken van de inzichten, de kennis die op de werkvloer leeft, bij de echte vakmensen, om die te gebruiken om ook al die veranderingen in de gezondheidszorg tot een succes te maken. Dus mijn tweede boodschap is: gaat u verder. Dus mijn tweede boodschap is: maak gebruik van het vakmanschap. En laten we ervan genieten van het feit dat het er in zulke grote mate ook is. En daarom vind ik het vandaag zo mooi dat we de verpleegkundige adviesraad vandaag ook echt zien starten. Dat is ook een manier om die kennis die er op de werkvloer leeft, om die uiteindelijk door de kleilagen die nou eenmaal in iedere organisatie zitten, om die kleilagen weg te halen en ervoor te zorgen dat die veranderingen ook echt gaan landen waar ze moeten landen. Namelijk in die ruimtes op de verpleegafdelingen waar de mannen en vrouwen zitten die echt weten wat er moet gebeuren. Dus fantastisch dat het initiatief er is en bijzonder om hierbij te mogen zijn. Volgens mij ga ik niet tekenen, maar ga ik wel meekijken hoe jullie de handtekeningen zetten. Nogmaals, heel veel dank. En aan de sector, aan de doelgroep, aan de verpleegkundigen in Nederland, nogmaals, dank jullie wel.